Er was eens een mooi kasteel, een mooie dag en een heel mooi meisje. Met lippen zo rood als bloed, haren zo zwart als de nacht en een huid zo wit als sneeuw. Vandaar was haar naam ook Sneeuwwitje. Ze was de dochter van de koning en haar moeder was helaas gestorven. Daarom had ze nu een stiefmoeder. Die stiefmoeder was niet zo lief als ze leek. Voor haar was mooier zijn dan iedereen het belangrijkste in de whole wide world. En daarvoor deed ze ook alles wat nodig was. Waarschijnlijk ook hele nare dingen. Punt, punt, punt. Godsamme zeg, wat hoor ik daar nou? Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand, maak ze een beetje de meest zieken van het land. Oh my fucking god, wat gebeurt er met me? Hey ho, hey ho, ik zit nu in je hoofd. La 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 la, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Ik heb zo'n dorst. Ik wil een chips met diepsaus. Ik kom er nooit op heen. Ik ben honger. Ik wil eten. Ik wil eten. Ik wil eten. Ik wil varkensvlees. Waar zijn we dan? Ik wil een milkshake. Ik moet hier weg. Waarom zijn we in de bos? En ja, het was gebeurd. De boze stiefmoeder had zichzelf in een oud vrouwtje veranderd, die de appelen met daarin het vergif aan Sneeuwwitje gaf. Hierdoor was Sneeuwwitje geestesziek geworden, maar vooral heel bang. Al die stemmen in haar hoofd waren heel vervelend. Ze rende door het bos, niet wetend waar ze heen moest gaan. En ik moet jullie vertellen, het is dan ook een bos waar je u tegen zegt. Mission Impossible, dacht het niet. Deze film is gemaakt door de tandoelijpe girl Chazelle. Maar ze was zo mooi!